De stichting Projecta organiseert voor de 9e keer de Democratie Maand, die gericht is op het bevorderen van kritisch democratisch burgerschap. Het thema dit jaar is kritische burgers, rechten en verantwoordelijkheden. Tussen 12 en 20 november presenteert Projecta samen met haar partners in het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, BINI, een serie mini-seminars en mini-masterclasses, mediaproducties en de 7e State of Our Democracy nieuwsbrief. Dat zijn veel meer activiteiten in een korter tijdsbestek dan voorgaande edities, zegt Raja Bhattacharjee van de stichting. We konden niet zoveel mensen en thema's accommoderen in de oude opzet. Vandaar dat we hebben gekozen om het nou iets intensiever te doen. En daarnaast hebben we ook ervoor gekozen om af te stappen van dit jaar, van het principe van lezing met openbare discussie. En echt meer gericht te gaan naar cursussen, trainingen, colleges. Omdat mensen toch behoefte hadden, zeker wat de specifieke onderwerpen dit jaar betreft, aan echt kennis, skills bijbrengen. En dan is gewoon dit de betere vorm. Bhattacharjee zegt verder dat de participanten onder meer kennis wordt bijgebracht over mensenrechten, democratie en goed bestuur. Democratie is echt meer dan alleen verkiezingen, geeft zij aan. Democratie gaat over bijvoorbeeld mensenrechten respecteren, over systemen van checks en balances, rekenschap geven, rekenschap vragen, over je opinie kunnen uiten, over transparantie, vrijheid van informatie. En onze ervaring is dat burgers best veel informatie nodig hebben over deze topics en dat merken we door om ons heen te kijken naar de kwaliteit van discussies. Er wordt vaak genoeg worden er uitspraken gedaan, meningen gegeven, maar ongefundeerd. Of soms is de onderbouwing iets dat niet geheel klopt. Vandaar dat we ook tijdens de Democratie Maand inderdaad de focus hebben op echt technische kennis en technische skills, zodat burgers een betere, gefundeerde mening kunnen vormen en ook die mening op een effectieve wijze kunnen uiten. Raja Bhattacharjee van Stichting Projecta. De stichting organiseert voor de 9e keer de Democratiemaand.